Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden. Een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. We were true to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball.
Goedenavond, dames en heren. Eindelijk weer een thuiswedstrijd. Na vele weken stilgelegen te hebben. En wat voor een. De Den Helder Suns tegen de Grasshoppers. Beide staan nog bovenaan. Vanavond gaat uitmaken wie er helemaal bovenaan gaat staan. We beginnen met het team van Grasshoppers. Nummer 4, Noor Driessen. Nummer 5, Rosalie aan de wiel. 6, Iris Govers. 8, Alissa van der Plas. 11, Sonja Kuit. 12, Marieke van Schie. 13, Fleur Kuit. 14, Deborah Vos. 15, Lotte van Kruistum. En 30, Lieselot Kulk. Coach is Rick Driessen, assistent Frans Mens. Van de Den Helder Suns. Nummer 3, Max van Lingen. 5, Yannick van Veen. 7, Kiki Fleuren. 8, Amber Leeuwenke-Bessie. 9, Eline van Es. 10, Lotte Torenstra. 14, Zoe Slachter. 16, Priscilla van Es. 21, Courtney Treffers. 23, Lynn Tamers. En 33, Janice Nadiba Boonstra. Coach Mario Bennis, assistent Wanda Hesseling en assistent Ditta van Kalsbeek. Ja. Dank u. Vorige week kregen we het slechte bericht dat Gerrit Schoon was overleden. Een vrijwilliger. Ergens in de begin jaren 80 werd hij buschauffeur van ons eerste herenteam. Wist niks van basketbal. Werd wel gek van basketbal. We konden altijd een beroep op hem doen. Zaaldienst. Heel vaak hier achter de tafel gezeten. We zijn hem enorm veel dank verschuldigd. Gerrit was ziek, dus het was niet helemaal onverwachts. Maar het is toch altijd een verdrietige situatie als het gebeurt. Daarvoor willen we graag een minuut stilte.
Welkom bij deze livestream tussen Suns, Den Helder en Grasshoppers. Welkom voor alle luisteraars. Laura Kooij zit naast mij. Lau, eindelijk de topper. Eindelijk de topper inderdaad, waar we lange tijd op hebben gewacht. Ja, het is pas nu. Want de vorige keer was het Nederlands team. Nee, de eerste keer was het Nederlands team uitgesteld, geloof ik. En daarna was het corona. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd, allebei ongeslagen. En ik verheug me er wel een beetje op eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoeveel wedstrijden Grasshoppers na de break heeft gespeeld. Maar de kerst... Volgens mij één wedstrijd. Ja, dat was Den Helder. Dus de beide ploegen mogen gelijk... Aan de bak. Aan de bak vandaag, ja. Ja. Ja, je deelt natuurlijk, mocht je winnen, gelijk even wat uit. Ja. Sun speelt natuurlijk donderdag een bekerwedstrijd tegen Lokomotief. Ja. En als ze die winnen, dan moeten ze die week erop na Grasshoppers toe. Voor een bekerwedstrijd. Dus ja. Alle belangen zijn er wel op vandaag. Ja, absoluut. Ja. En beide teams niet geheel compleet helaas. Bij Den Helder nog steeds Sarah Kern die niet mee kan doen. Ja. En Shuleni de langdurig eruit, Leonie ook. En ook aan de kant van Grasshoppers... missen ze niet een onbelangrijke speelster in Ilse Kuit. Dat klopt. Nou, we zijn begonnen. Ze mogen doorspelen. Nou, hier ligt natuurlijk altijd... De kracht, hè? De kracht, ja. Grasshoppers moet dit af gaan stoppen, maar... Ja. Maar hoe? Ja, ik ben benieuwd welke tactiek ze gaan hanteren. Goede rotaties. Goed van Max doorgeroteerd. Ja. Mooi. Eerste goede aanval vanuit een goede verdediging. Ja. Goede start zo voor de Helder. Ze switchen over het algemeen veel Grasshoppers. Dat zie je nu dus ook. Ook in dit screen zie je. Nou, dan komt Korten dus uit tegen een guardje. Ja, dat is dan wel bijzonder, hè? Ja. Maar dit zullen we veel zien, denk ik, inderdaad. Ja. Wat je zegt, ze hebben natuurlijk niet... Ja, het zijn hele... Geen inside mensen eigenlijk. Nee. Nee, snelle meiden. Snelle meiden, veel de drie. Ja. Dus ja, daar moet de kracht liggen van Suns in wijten. Fout van Janice. Ja. Maar goed, wat altijd mooi is aan Grasshoppers ook, en dat zie je nu ook wel. Want ze, ik denk voor 90%, misschien wel meer, uit eigen speelsters bestaan. Ja. Ook nu met een paar jonge meiden die al ook mogen starten. Nummer 12, Alyssa van der Plas. En nummer 15, Lotte van Kruistum ook, jonge meiden. Ja, het is wel een beetje de laatste lichting. Als we zo naar de andere teams kijken van Grasshoppers, dan... Er is daar niet meer veel talent aanwezig, zeg maar. Ja. Niet negatief bedoeld, maar... Nee. Nou ja, ook bij ons zie je natuurlijk wel dat daar ook... Wij hebben daar ook problemen mee. Ja, het gaat natuurlijk met golf ook wel... Absoluut. Goed uitgepaast. Goed van Janice. En weer die switch, continu die switch. Ja, ze zoeken het wel, maar... Ja, dan moeten we het wel even goed aanpassen natuurlijk. Mooi gespeeld. Ja. Maar het kan zijn wel goed, hè? Die 1 tegen 1. Creatief. Kijken of we nu de inside high-low met de Janice gaan zoeken. Ja. Goed van Yannick. Mooi. Ja. Goed gedaan. Hij vindt zijn verdediger gewoon wel vrij agressief. Dus dat betekent dat je aanvallender ook wel een agressieve houding tegenover moet zetten. Want anders wordt kaas van je brood gegeten. Ja. Het is geen team waar je... op 50% energie tegen kan spelen, want dan word je gewoon afgeslacht. Goeie, mooie rebound van Kort. Ga je nu snel spelen. Ja.
goed van Kiki. Nou, leuk om weer zo hier te zijn. Want wij zijn hier natuurlijk wel vaker geweest voor de livestream. Maar was het vrij stil. Met z'n tweeën, zeg maar. Ja, ja. Is het toch wel een aardige mensen. Ja, ja, leuk. Gezellig weer. Goed van Courtney, goed levend gehouden ook. Ja, goed. Oh, best veel hoor. Goede rebound weer van Janice. Twee keer achter elkaar. Goede aan van de rebounds die de Nelder pakt. Waardoor ze weer extra kansen creëren. En een goede gelijk meteen omhoog. Hè. Dat is ook wel goed. En Kiki nu ook. Hè. Als ze spitsen komt er toch een grotere op haar terecht. Ja. Dus goed dat ze direct aanvalt. Ja, dat klopt. Eerste wissel, nummer 8. Alissa van der Plas heeft inmiddels twee fouten. En daar komt Deborah Vos voor terug. Dan speelt ze met een helders verleden ook. Hè? Heeft 1-2 jaar hier gespeeld. Ja. Een hele nuttige speelster. Jammer dat ze bij ons wegging en nu weer bij Grasshoppers van grote waarde is. Nou, wie geeft hem? Ik denk aan Janice, denk ik. Ook voor Janice de tweede fout nu, vrij snel. Net 3 minuten gespeeld. En ook de wissel voor Janice komt eraan. Ja. Ja, logische wissel. Ja. Lotte erin. Ja, na vrije worpen gaan ze pressen, zo te zien. In een full court man-to-man. Janieke heeft het moeilijk tegen Fleur Kuyt. Die agressief weer. Hè, die paas. Weer in die paas. Ik denk al de 3e of 4e turnover die ze daarin maken. Ja. En dit is natuurlijk Grasshoppers ten voeten uit. Hè. Net als zagen we iets meer aanval, had ik het idee. En dit is vooral vrijheid, creativiteit, aanvallen. En dat maakt ze... Altijd basketgericht. Ja, altijd. Oh, ja, maakt ja. Niet uit waar ze de bal krijgen. En dat maakt ze vaak ook heel gevaarlijk. Ja. En ook wel onvoorspelbaar, omdat je weinig... Ja, soms gewoon niet kan inschatten wat er gaat gebeuren. En je moet geconcentreerd zijn. Hè? Ja. Even stilstaan is eigenlijk alweer te laat. Klopt, ja. In de verdediging. Ja. Maar dat maakt het wel leuk. Zeker. 7-7 trouwens. Dan weer na een vrije worp pakken ze het full court op. Ja. Het algemene... Kijk, tot nu toe weinig problemen. Weer die inside. Ja, als de bal er komt, tot nu toe is het 100% scoren. Ja. Te veel handen, denk ik, van Lotte. Ja, duwen. Nummer 10. De eerste persoon van de fout. Goed van Lot. Een loopbal, ja. Goed verdedigd van Lotte. Ja. En wissel aan de kant van Grasshoppers. Gelukkig. En de zwarte.
Nick in ieder geval inderdaad niet de bal op laten brengen. Nee. Voor Kuit is eruit. Er is een zus voor teruggekomen, Sonja Kuit. Kijken of die het ook niet zo moeilijk kan maken als net. Goede rotatie. Balverlies. Ja, weer balverlies, ja. Niet de tijd terug. Ja, in ieder geval niet goed gecompliceerd. Waardoor aanvallende rebound en de sporen voor Lotte van Kruijsten. En nu komen we weer naar Poort. Wel goed van Poort, hoor. Die blijft wel vechten voor de rebound. Dan krijgt ook de fout mee. Ja. Noor die loopt naar achteren toe. Leek mij wel een clean boxing out, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar loopt wel naar achteren toe. Okay. Ik vind het wel een fout. De scheidsrechter is streng vandaag. Laat de bal liggen en gaat gelijk tellen. De standaard baseline rebound zien we weer terug. Kiki die... Ook de tweede fout van Lotte. Ja, dan heb je dus binnen net 5 minuten je twee van je posten. En de vijfde teamfout is gelijk ook 2 maal. Ook dat, ja. En weinig wissel. Ik weet ook niet of Zoe geheel fit is om te spelen vandaag. Nee, is hij ook niet helemaal fit. Nee. Dan wordt het wel krap. We hebben natuurlijk wel Lin op de bank, gelukkig. Maar Lin is volgens mij ook deze week niet op training geweest. Vanwege ziekte en dat soort dingen. Dus ja. De wisselmogelijkheden zijn wel beperkt. Ja. Nee, kijk maar. Ja. Ziet er toch naar uit dat Zoe gaat spelen. Kijk. Zoe toch speelt. Ah, kijk, dat is mooi. Ja, je 2 centers zijn nu natuurlijk wel 2 fouten. En makkelijke punten. Ja. Helemaal zo vroeg al in het eerste kwart. Ja. Een nieuw gezicht bij Grasshoppers binnen de lijnen. Lieselot Kulk. Die is in het veld gekomen voor Marieke van Schie. Proberen ervoor te komen. Zie je dat met topposten. Weer. Weer bijna balverlies. Ja. En nu wel weer balverlies. Ja. Te veel, hoor. Te veel en onnodig. Ja, absoluut. Slordig. Den Helder switcht dus niet. We willen nog steeds graag de man in de baseline houden. Ze fluiten wel vrij strak. Max eruit voor Amber. En weer 2 maal. Nou. Dat zijn toch de makkelijke scores. Ja, daar zullen ze dankbaar gebruik van maken, Grasshoppers. Yep. Dat
Goeie. Was wel een aardig blokkie. Dat was zeker een aardig blokkie, inderdaad, ja. Dat is ook wel ontwikkeld de laatste jaren. Hè? Waar ze voorheen, vooral in die 1 tegen 1 naar de basis toe heel effectief was, heeft ze nu ook dat jump shotje erbij ontwikkeld. Ja. Nou, dat is ook de vierde teamfout van Grasshoppers. Dus. Dat is mooi. Maar Marieke Vaschi staat er nog in, zie ik. Lotte van Kruijstum is weer uitgegaan voor Lieselotte. En het out-of-bounds weer goed voor Yannick. Ja, die moet Amber wel nemen, denk ik. Dat is goed. Ja, zeker. Ja, staat out-of-bounds. Iets meer misschien nog naar de hoek bewegen. Is het een makkelijker paas ook voor Yannick om te maken. Ja. Het is 9-16. Kleine 3 minuten nog te gaan. En nu ook Zoe. Is ook een dikke mismatch natuurlijk. Ze moeten helpen. Goed rondgepaast. Ja. Je had er wel in gemogen. Ze moeten oppassen dat ze niet gaan overpasen. Ja. Dat ze het maar gaan afschuiven. Nu nog niet helemaal lekker loopt. Volgens mij een fout van Sonja Kout, denk ik. Ja, nou, Sonja Kout. Tweemaal voor, voor Amber, denk ik. Ja, denk ook voor Amber. Wissel bij Grasshoppers. Nu gaat Marieke van Schieder wel uit en komt Iris Govers in het veld. Net niet zo, hè? Nee. Goeie eerste aanval, goede eerste defense en daarnaast een wat slordiger geworden. Yannick. Laatste te makkelijk, ja. Blijf je voeten staan. Snel schotje voor je 3 punten. Wel haar schot. Dus, ja, maar die moeten niet voor Den Helder niet te veel vallen. Want, nee. Ja, dat zij on fire is. Maar zij pakken wel een paar rebounds trouwens. Ja. Zowel verdedigend als aanvallen. Bewegen, jongens. Switchen weer. Ja, ze switchen blijven alles switchen, ja. Dat zijn toch ook goed. Fouten? Ja. Mooi. Mooi van kort, man. Je had erin gemogen, wel een mooie beweging. Ingemoeten, denk ik wel eerder ook toen. Ja. Hele mooie beweging, absoluut. Ja. Daar is het ook voor hem al een mismatch natuurlijk. Zoe. Tegen nummer 6. Goed verdedigd. Ja. Goede handen van Amber. Nou, kom op. Blok. Rick Driessen pushen om snelheid te maken. Waarom, denk je dan, hè? Helemaal niet nodig. Je hebt een goede positie. Ze kan geen kant op. En dan niet schieten of wat dan ook. Blijf op je voeten, hè? Maar ja. Moet niet eruit. Tweemaal voor Sonja Kuit. Twee keer nu al gemist van het vrijworplijn. Ja.
gescoord. Goed gespeeld, ja. En daar ligt gewoon de ruimte. In ieder geval tot nu toe. Een mazzeltje. Met een gelukje ging die bal mee. En weer een rebound. Oh, mooi blokje ook. Van Jenners inderdaad. Ja. Nou, leuk. Goed. Mooi gespeeld. Nou. Het is... Vogelen. Vogelen, ja, maar... Hoeveel seconden is dat eigenlijk? Ik wou net zeggen, ik zat naar de schotklok te kijken inderdaad, ja. Maar het lijkt erop, dit was... Voor mij was balbezit, dus had hij al moeten gaan lopen. Ja. Mario heeft het er ook over. 10 seconden te gaan. De klok is uit, dus de laatste schot is voor Grasshoppers. Drie. Geen fout van Jenners. Hoe mooi was. Die telt niet meer. Nee, die telt niet meer. Die was te laat. Ja. Die was te laat. Rick is het er niet mee eens, maar volgens mij... Ze gaan er nog overleggen, maar de scheids die het beste kon zien, die zei dat hij niet... Er is druk overleg. Nee. Telt niet. Ik denk dat het een goede beslissing is. Maar mooie paas van Sonja Kuyt. Even achter de rug zo. Ja. En goed opgelost ook van... volgens mij was het Lieselotte Kulp. Die dacht, als ik toch een kans heb, is het een snelle tip. Ja, dat maar top. Net buiten de tijd. 12-17. Na het eerste kwart. Ja, het is een beetje slordig, hè? Het is heel slordig, ja. Dus, net niet scherp genoeg. Ja. Dus daar zullen ze even aan moeten werken. Te veel turnovers ook. Ja. Gemist, hè? Leepje van Koort ook. Van Amber ook. Het zijn gewoon ballen, die moeten er gewoon in. Zeker. Grasshoppers is alweer klaar voor. Ik zie Fleur Kuyt staan, Iris Govers, Deborah Vos, Lieselotte Kulp. En ik denk dat Rosalie Aandewiel er ook bij staat. Nu voor het eerst vandaag. Dat die Sonja Kuyt vervangt. Ja. Bij de helden Kiki, Lotte, Janice, Amber en Yannick. Ja. Sotten. Ja. Ja, dat is ook een fout. Ja. Wel een typisch grasshoppersaanval, hè? Penetratie, kick en dan schieten. Janiek er nu uit voor Max. Ja. En Lotte fout. Dat is de derde. Ja. Nou. Erg makkelijk gegeven ook trouwens. Ja, ze staat niet helemaal stil, denk ik. Ze baalt het zien ook zelf erg van. Ja. We hebben Lin. Die vandaag voor het eerst besteld staat. Volgens mij nog niet gespeeld. Nee. De Glansmeer was ze er ook niet. Oké. Okay. Goed van Jenners, op de voeten gebleven. Nou, goed. 3-2. Snel uitspeelt. En erin. Jammer. Nou, het beste schot is. Maar goed, gaat hij erin, dan zeg je... Dan zeg je, goed gedaan inderdaad. Ze kan het natuurlijk wel. Dat kan ze wel, zeker. En als je er wel mee gaat, het wel lekker als je dan weer een beetje het momentum naar je toe kan trekken.
Dat gaat erg moeizaam tot nu toe. Rotatie, ja, mijn rotatie niet helemaal kloppend. Weer een rebound. Weer een rebound. De show was de rebound. Weer hebben we hem niet. Weer een rebound. Dan moet hij een keer raak gaan, hè, zou je denken. Nu denkt Janis, het is genoeg, maar dan... Ja, via de voet gaat hij uit. Maar het is toch... Wel typerend, denk ik wel, ook voor hoe het tot nu toe gaat. Ja. Mario is boos. Ik denk dat hij nu zijn eerste waarschuwing ook krijgt. Ja, hij vond dat de bal uit was. Ja. Niet des Mario's, die zegt nooit zoveel. Maar... Nee, dat klopt, ja. Meestal als hij wat zegt dan... Ja, nou krijgt hij hem, want hij zit door te zeuren. Hij blijft gaan, ja. Ja. Ik denk dat je als scheidsrechter ook gewoon even weg moet lopen. Schoot, en een coach heb ook... Tijd nodig om even dat... Ja, weet je, loop gewoon weg en dan vermijd je het. Gaat hij daarna nog eens een keer. Maar ja, goed. Ik ben blij dat ze er zijn. En zo is het ook weer. Wissels. Wissels, ja. Deborah Vos en Lieselot Kulk gaan eruit. En daarvoor komen Lotte van Kruisten en Marieke van Schie weer in het veld. Vrije worp wordt benut. En zijkant. En ook het balbezit is was maar die was al, Soppers, dus, die was natuurlijk ja. Ja, 9 punten. Toch niet iets wat je wil. Nee. Op zich die 21. Mwah, kan je mee leven, maar die 12 is natuurlijk gewoon niet goed genoeg. Nu wel de rebound in één keer. Kijken wat er gespeeld gaat worden. Misschien op de bal. Weer de bal. Janis werkt hard om de bal te krijgen. Ja. Mag ook wel een fout voor fluiten. Ja, dat lijkt mij ook. Hij gaat er wel goed in. Ja, Lin, let op. Goed van Max geholpen, rotaties. Iedereen weer een man. Oeh, ja. Kijk je te veel naar de bal, hè? En dat is pas op een zin. Je kijkt één tel, kijk je weg. Je man loopt in je rug weg. En zij weten dat wel, hè? Ja. Dat doen ze al jaren natuurlijk. Maar... Ja. Nog een ploeg denken van... In ieder geval het grootste deel van deze meiden speelt toch wel jaren samen in diverse teams. Dus dan voel je elkaar ook vaak feilloos wel aan. Dus één blik heel snel is genoeg om het af te straffen. Ja. Noord-Dries is terug voor Rosalie Aandewiel. En 10 punten verschil. Ja. Nou, wel goed te zien ook nu, ook voor Den Helder. Het algemeen toch wedstrijden gespeeld die redelijk makkelijk... ze redelijk makkelijk naar hun hand konden zetten. En nu zitten ze eigenlijk voor het eerst denk ik dit seizoen... dat ze te maken hebben met een flinke achterstand. Ja. Communicatie. Hè? Gaat Koort, gaat Amber. Allebei gaan we net niet. En dan is dit het resultaat. Menen Max, ja. Maar die hoek moet wel goed meedoen ook. Want het kan net die paashoek zijn die je nodig hebt om inside te pasen. Maar Mario die denkt ook tijd... Tijd voor een time-out en voor de troepen bij elkaar. Ja. Hopelijk ook een beetje het momentum te breken van Grasshoppers ook. Ja. Zoals de tweede. Ja. Maar ja, hij zou wel moeten. Hij moet wel, ja, precies. Er moet iets gebeuren. Iets anders in ieder geval. Want we worden nou een beetje overlopen, zeg maar. Ja. Ja, ze dicteren volkomen, denk ik, dit moment van Grasshoppers. Zowel verdedigend als aanvallend. Klopt.
blijft wel gewoon man-to-man. Ja. Kort en Janice spitsen natuurlijk gewoon. Ja. Amber en Yannick. Daar is hier in de communicatie, hè? Ja. Dat is Amber de eerste. Wel de derde teamfout. Wel weer de derde teamfout, inderdaad, ja. Zo op een zijtje erin. Ik heb nu het idee dat ze in een zone gaan staan, Den Helder. Ja. Ja, oeh. Amber weet ook niet, het is geen zone trouwens. Amber, ja. Sterk gespeeld. Gelukkig voor Den Helder niet zo goed afgemaakt. Kijken. Ja, mooi. Afmaken. Goed gedaan. Wat meer snelheid ook erin. Weer, hè? Zie je. Ik ben benieuwd wat de afspraak is. Wat goede help van Courtney. Dan moet je wel de rebound pakken. Ja. Dit zijn toch gratis punten weer, hè? Ja. Hier is Overs, haar eerste twee punten. Ik ben benieuwd hoeveel aanval de rebound ze hebben gepakt, want... Max Vrij. Dit ook trouwens. Het is goed gespeeld. Ja. Goed bewogen ook. Het is wel iets als de bal aan inside is dat de meiden eromheen wel blijven bewegen. Anders dan wordt het voor de inside meiden ook lastig voor, om hem kwijt te kunnen natuurlijk. Ja. Het is 10 punten weer. Mist wel zone. Beetje. Ja, als dit soort ballen raakt van. Ja, als ze het op hun heupen krijgen dan. Ja. Tot 13 verschil nu. Het grote verschil op dit moment. Dennis helemaal vrij, inderdaad. Ja. We moeten wel werken, hoor, die meiden. Ja. Tegen Marieke van Schie en Seid. Max eruit. Kiki erin. Ja. Tweede teamfout van Rasselbus en ook de tweede fout van haar. Marieke van Schie, ja. Ja. Oh. Ah, ja, ik wou net zeggen. Oeh, nou. Maar we bounce, kick hier weer vrij. Weer die paas, jongens. Echt. Zo, een regenboog. Goed van Janice. En een fout. En een fout. Goeie aanvallende rebound. Ja. Ik dacht, die bal gaat misschien nog wel plafond raken. Moest ze schieten? Was het voor de tijd of zo? Ik dacht dat er nog wel genoeg was. Maar... Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik keek daar niet naar. Maar, Nou, dat allemaal wel... Ja, wel aardig herpakt, hè? Ja, 4-0, dus. Goed van Janice. Beetje snelheid er weer in. Snelle score is lekker. Kijk. Afmaken koord. Mooi. En ik denk ook, met een fout. Yannick er mooi tussen. Oeh, jammer. Dat was aardig geweest. Ja, zeker, ja. Goeie poging in ieder geval. Goed van Yannick. Ook wel aardig afgemaakt trouwens, even goed nog. Maar ja. Je kan er ook voor fluiten. Ja, dat is een aardige positie in ieder geval. Ja. Goed niet de bal. Blijven bewegen. Kort is veel effectiever als ze naar de basket gaat in plaats van die fadeaway schotjes tot nu toe. Ja. Goed van Janice. Courtney stuurt Janice weer omhoog. Goede rotatie.
En Nico ook. 8 seconden op de schotklok. Op je voeten blijven. Rebound. Goed van Koert. Even leven houden en een fout. Nu wordt er een fout gesloten. Ik denk nummer 15, denk ik. Ja, van Lotte. Nummer 14. Haar eerste fout. Er zit ook geen verschil in als grasshoppers wisselt. Nee, dat klopt. Zijn de centers, zijn de guards, bij wijze van spreken. Het is wel... En ik heb het ook het idee dat je bij hen niet een duidelijke starting 5 hebt, maar dat ze eigenlijk in de breedte wel... Iedereen kan spelen. Iedereen, hij wisselt ook veel door natuurlijk. Ja. Het is ook een kracht, hè, van een team als je zo diep bent. Ja. Dat het eigenlijk niet uitmaakt wie er start en wie van de bank komt. Nee, en als je speelster ook weet dat je altijd komt te spelen, je minuten maakt. Dat is toch wel... Weer een aanval van de rebound. En dat is goed van Dennis. Ja. En een fout. Dat is 2 maal. Komt ons ook niet slecht, hè, want we namen haar derde al. Ja. 2 maal inderdaad. Voor Dennis. Dan komt ook de wissel aan. Logisch, Deborah Vos vervangt... Marieke van Schie. 2 maal Janice Nieuwbouw. Nou, kijken of we binnen de 10 kunnen komen, Tom. Yep. Dat zou lekker zijn. Dus het gaatje wat kleiner kunnen maken tot erin met de rust. Tegen 1 van Noor. Goed van Amber. Goed, heel goed van Amber. Ook balbezit voor... En balbezit. Goed gedaan. Nu Rick in een time-out. Ja. Ook wel weer logisch. Ja, zeker, ja. Die van den Helder pakt hem in ieder geval goed uit. Van absoluut, de ja. En Amber ook nu goed op de voeten. Ja. Kan ze ook wel goed. Ze is verdedigend sterk in de 1 tegen 1. De Schovers is eruit en daar is Alissa van der Plas voor teruggekomen. Bij de Nijanders zien we dezelfde speelsters nog op het veld zijn als voor de time-out. Ja. Kort niet helemaal vrij. Mooi. Goed. Heel mooi. En het zijn er nog 7. Jenis, zet hem ook. Moeilijke ballen hoor, die ze maakt. Ja. Ja, ze gaan dubbelen. Goed bewogen van Yannick. Goed schot. Goed gepaard. Goed gespeeld. Maar dat is belangrijk, met name in de weekzijd, dat je blijft bewegen. Iemand snijdt in. Voor mij was dat... Dat koort en daar komt ruimte voor. Maar daar gaan ze toch al naartoe. Ja, dat klopt. Sterk hoor, maar we vaak zien in het vrouwenbasketbal die 1 tegen 1. Die creativiteit die vaak mist. Maar dat zit daar hebben zij wel een aantal speelsters van die dat echt wel goed kunnen. Mm-hmm. Maar wel veelzijdig zijn ook.
jammer. Ja, uit. Is uit. Ja. Ja. Goed gewerkt van Janice. Hij ziet wel sneller blijven bewegen. Dan hebben ze het moeilijk. Wat sneller ook die bal rond laten gaan, dan... Dan komen de kansen wel. Komen de kansen wel, hebben de goede schoten ook. Spelen nu de oude bounce voor Yannick. Zes seconden nog. Vijf seconden, vier. En nu moet ze wel. Anderhalve minuut nog. 8 punten het verschil. Fout van Amber. Vierde teamfout. Nee. Ja. Vierde teamfout. Oh, vierde, ja, inderdaad. Ja. Wel haar tweede van Amber. Ja. Kleurkuit gaat eruit. Zojakuit komt erin. En dan helder gaat Janice eruit. En dan komt Zoe... voor in de plaats. Goed van Amber, goede handen. Ja, ja. Zoe houdt wijd, houdt wijd. En een koord. Ja. Alweer. Ja, zit een ander aan de baseline kant paas, omdat Alissa van der Plas aan de bovenkant staat. Van Masson. Daar mag je ook wel een fout voor fluiten. Tweede blok van Noor alweer, derde misschien al wel vandaag. Kort, pas op, is er geen fout waard daar? Nee. Mooie hesitation, hoor. Ze stappen in en ze worden gelijk verslagen. 23 seconden, ja. Ja, 11 seconden op de schotklok. Het laatste schot van de helft zal in principe voor Den Helder zijn. En een fout van Amber. Het is de derde en twee maal. De fouten. Fout nummer 8. Eerste mis. Nou, dat wordt een aanval. Goed pakken. Doen wel, ja. Het verschil is 9. En 22 seconden nog te gaan. Eens kijken wat ze gaan spelen nu. Ook aardig, hoor. Ja. De time-out nog van Rick. Nee, geen time-out. Ja, wel, maar hij zegt dat tijd doorging. Er meer tijd secondes over zijn. Kijk maar. Hij gaat terug naar 12-2, ja. Bijna een seconde. Het kan net een verschil zijn. Absoluut. Ja, ik kan net, ja. Vraag is dan, neem je dan het schot dan te snel van Kiki? Hij gaat er wel in natuurlijk. En ze geven hem wel natuurlijk. Hij is ook wel aardig afgemaakt. Ja, ik denk nu in deze situatie dat het wel goed is dat ze hem wel neemt. Omdat het scoren gewoon niet heel makkelijk gaat. Ja. Dus in dit geval zou ik zeggen dat het wel een goede keus was. En elegant afgemaakt, hè. Zo mooi met één handje. Eens kijken of Den Helder misschien nog iets... van een presser tegenover gaat zetten. Tot gaan ophouden of iets dergelijks. Zo te... Hij neemt de bal wel achterin. Ja, volgens mij mag je pas in de laatste 2 minuten ervoor kiezen. Dat is, ja, klopt. Ja. Maar iets te snel nu.
Alleen de laatste 2 minuten natuurlijk kan je de keuze maken om dat klopt. Eigen helft in te nemen. Klok moest nog even goed gezet worden. Acht om het een beetje op te houden. Pres. Nou ja. Zone spelen ze. 5 seconden. Courtney, let op. 4, 2. Ja, ze gaat hem schieten. Ruimte gecreëerd. Deze zit wel. Deze zit zeker, ja. Er is geen twijfel dat deze binnen de tijd was. Die andere was, maar deze zit zeker. Ja, knap hoor. Ja, 9 punten. Toch 9 punten, ja. Nou ja, het is wel de wedstrijd, hè. Het is niet goed van Suns, die moeten veel beter spelen. Ja, dus ik ben ook benieuwd wat Mario mee gaat geven in de rust. En wat we in de tweede helft dus van ze gaan zien. Iets anders bepaalde dingen moeten doen. Dus. Ja, we gaan het zien, Tom. Ja, leuk. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden. Een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas.
way. Ooh, love is the future. We're gonna ride it, yeah. We'll find a brighter day. Woo. Ain't nothing to it, just gotta do it. You and me. You and me. I don't wanna change the world, I just wanna make a difference. Something like being good to the man next door, even if he's different. And I don't have to be a leader, I just wanna lead a life that one of these days I can look back on and say I did it all right. Situation, yeah. So what are we waiting for? Woo, yeah. We'll make things better, but only together, yeah. You and me, yeah. Oh. You and me, come on, come on. You did all right. True to the game before there was a game. Loyal to the ball before there were buckets. When Spalding created our first basketball in 1894, we didn't follow the competition. We set the standard. And we never stopped innovating, improving, adapting to meet the changing needs of the player and the game. We didn't make the rules. We made the ball.
Nou, nog 1 minuut. Dan beginnen we aan de tweede helft. Beide coaches zullen al behoorlijk wat bespreken. Wat hebben in de rust. Het zal uit een ander vaantje moeten. Ja, Lau. Ik ben benieuwd wat met name een helder. Ik denk dat het gras op wat dat betreft wat minder hoeft aan te passen dan een helder. Ja. Voor de tweede helft. Zeker. Maar ik ben benieuwd wat Mario de Meijer meegeeft en wat we te zien krijgen de komende 20 minuten. Een foutenlast voor Alissa van der Plas en nummer. Ja, maar een bericht misschien. Ja, inderdaad. Ik keek aan de verkeerde kant. En allemaal natuurlijk bij ons. 3 fouten. Lotte 3 fouten. En Janice heeft er 2. Ja. Ja, dat kan misschien nog wel een rolletje gaan spelen natuurlijk. Hè. Ja, zeker. Het loopt door. Voorbij de 15 minuten. De klok, zie je dat? Ja. De fouten, de time-outs van de eerste helft staan er nog op. Dus ik weet niet of daar iets... Nee, ik denk dat ze zitten met de tablet. Dan hebben ze weer geen internet voor de tablet. En dan kunnen ze er niet mee werken, wat ik begreep. Daar zitten ze in ieder geval naar te kijken. Oké. Grasshoppers staan klaar. Lieselot Kulk, Lotte van Kruisten, Deborah Vos, Fleurkuit en Noordriessen. Ik zie Courtney, ik zie Janice, Fleur, Yannick en Max doet ook de warming-up shirt uit. Dus die zullen voor de helder gaan beginnen. Ondertussen hieronder, maar dat is denk ik voor de mensen thuis niet te zien. Wat jeugd wat leuk zitten dansen en... voor wat sfeer wil zorgen, zo te zien. Nou, laten we hopen dat het swingend wordt ook van onze meiden de tweede helft. Dan, ja. Het bord is in ieder geval klaar om te starten. Nou, de tafel nog even. Precies. Er is wat beweging, eens kijken wat daar... Nou, het heeft met de tablet te maken. Ja. Teams worden ook weer even teruggestuurd, zo te zien. Ja. Nou, geef mij even de gelegenheid een side-outje te doen. Dat moest ik even doen. De Lutterman tegels. Heeft u een badkamer nodig? U kunt altijd terecht. We hebben een probleem met het internet. En ik kan zeggen als klant dat, dat ze goed werk leveren. Want mijn badkamer en toilet zijn prima betegeld. En daar ben ik heel erg blij mee. Kijk, goede reclame in ieder geval. Dus. Dat is wel storend trouwens. Ja, voor die meiden, voor, ja, dat je bent klaar om te doen, beginnen. Daar soppers gaat ook gewoon even een warm guppie. Dan zullen ze gewoon een beetje schieten. Maar dit is vrij storend natuurlijk. Allemaal wel leuk natuurlijk, maar als internet inderdaad niet werkt, dan zie je hoe beperkt je bent. Ja. Maar ik dacht dat het met de tablet zo werkt, dat hij wel dan zou kunnen werken. Maar dat je om hem te verwerken, zeg maar, de wedstrijd, dat je dan wel internet nodig had. Maar blijkbaar is dat toch, toch anders. Een outsheet ernaast en straks gewoon... Ja, dat is soms gebeurd. Ik heb dat met de U20 wel gehad. Dat werkte niet, gewoon niet. Ja. Maar ja, hoeveel fout had Max? Die speelt natuurlijk in de U20. Ja, die had opeens geen fouten meer natuurlijk. Want ja, dat is toch niet te controleren. Dus ja, zo werkt dat natuurlijk. Ja, het is ook niet helemaal eerlijk, maar ja... Nee. Rick gaat nu een foto maken van de stand en ook van de fouten. Want ik denk dat hij er helemaal uit ligt. Die denkt, dat moet wel goed zo meteen weer op het sheet staan. Ja. Natuurlijk ga je niet van, van iets uit, maar... Ik zie ook Jacqueline driftig schrijven. Dus ik denk inderdaad dat toch wel misschien dat een sheet... Tablet, ja, dat er een sheet van stal is gehaald om... om verder te gaan. Om verder te gaan, ja. Nou, nu komt de tablet weer terug.
Nou, ze kunnen het ook nog via een hotspot, geloof ik, doen. Dat je via een hotspot... Ja, voor mij is het omdat hier te doen wel beter ook. Want ik heb het idee dat dat internet hier wel vaker wat kuren heeft. Ja. Tegenwoordig hebben we bijna allemaal een soort van unlimited data, toch? Ja, ja, dat klopt. Nou, de scheids geeft een box. Nou, met enige vertraging. De bal is voor grasshoppers, denk ik. Zoals ja, de pijl zie. De pijl inderdaad. Nou, kom op, meiden. Maak er een mooie tweede helft van. Goeie help, mooi blok van Yannick. Een beetje verder natuurlijk wel iets te makkelijk voorbijlopen natuurlijk. Voorbij gelopen. Het is wel de wedstrijden van Blok. Die zie je niet zoveel. Nee, goed van Janice. Oh. Goed gespeeld. Zeker. Moet er maar één. Courtney sprint naar beneden, pakt gelijk positie. Spelen hem door. Goeie fake van Max. Ja. Geen rebound helaas. Nou, we... Hebben de ringen nog niet gevonden? Nee. Wel de rebound gepakt. Kijk, goed. Kijk. Mooi. 34-41. Net onder de 9 minuten. Ik misschien toch even een klein beetje helpen. Want Courtney is dan toch vanwege haar help iets te laat. Een beetje wat meer snelheid erin. Meer beweging. Goed. Ja, ook wel aardig geholpen. Mensen zijn helemaal vrij, ja. Want iedereen helpt. Dus mensen zijn helemaal vrij in de hoek. Ja, faken. Alleen maar lopen. Ik zei, met het versier niet... Nee. Maar ja... Iedereen, Weer een blok van Kiki. Nou, ga naar de ring toe. En een fout. Kom er zo mooi mee weg, want het leek wat twijfelend. Kuit, haar tweede fout. Eerste teamfout, dus. Kort moet even bijkomen, zo te zien. Maar, niks aan de hand. Tweemaal voor kort nu. Tweede welraak, wissel aan de kant van Grasshoppers. Daar komt Alyssa van der Plas in het veld voor Lotte van Kruistem. Ja. Ik krijg wat tips mee van Rick, zo te zien. Wat ze de volgende keer beter moet doen. Ze switchen hem. Nou, gelukkig staat Fleur heel ver en schiet ze hem niet, maar... Het verdedigen van Kort. Ja. En de kans om binnen 4 te komen. Ja. Ik hoop dat ze wat sneller ook. In de eerste helft, natuurlijk dat ze goed speelde, was dat ze wat sneller de bal ook rond liet te gaan. Dat er meer beweging was. Proost op. Goed. 4 punten. We zijn een lange tijd niet zo dichtbij geweest. En Grasshopper nog niet gescoord natuurlijk. Nee. Zo'n 5-0 start voor de Helden.
rebound voor Kiki. Die maand tot rust. Een goede aanval spelen. Horens noemen ze dat. Tien seconden nog op de schotklok. Een leupie. Een leupie, ja. Mooi. Ze netjes ook hoe ze hem eenhandig uit één stap eigenlijk afmaakt. Waardoor ze haar verdediger toch eigenlijk wel verrast. En twee verschil nog maar. En twee verschil, ja. Dus dan zie je ook wel weer hoe snel het verschil dan weer... dichterbij is. Ja, weg is gewerkt. Rebound voor Kiki. Goed geprobeerd. Ja. Maar ze lag al buiten de lijn. Ja. Weer een wissel aan de kant van Grasshoppers. Marieke van Schie komt terug en die vervangt de Lieselotte Kul. Alles 10 seconden nog op de schotklok. Goed van Max. Goeie handen, goed van Janico. Alles voor een ander. Nou. Dan naar Kiki. Bal terug. Oeh. En, oh. Jammer. Ja, paas is niet helemaal lekker. Goed van Janis. Een bal blijft van Janis. Goed geknopt. Ja. En gelijk. Rick geeft aan nu wat er gespeeld moet worden. Ik deed een beetje motion aanval. Meer vanuit de 1 tegen 1. Nog niet gescoord. Nee. Goed van Koort. Oh, dat is te makkelijk Koort. Ja. Schotklok klopt natuurlijk niet. Ja. Nog een fout van Max. Dat is haar tweede en de eerste teamfout. Nou, Grasshoppers toch moeite. Ja, zeker ja. Moet niet goed uit de kleedkamer. Nee. Goed voor de Suns natuurlijk. Zeker ja. Ze zijn bijna halverwege in de derde kwart en inderdaad nog niet gescoord. Dat is typisch natuurlijk Deborah, fake en dan de langs. Weer niet, goed van Janis. Ja. Nou is hij van Grasshoppers. Ja, pijl staat de andere kant op. Dat is een loop in een rondje. Een rondje en dan, ja. Aardig gerold van Deborah. Ja. Derde van Janis, twee maal voor Deborah. Geeft het zelf wel aan, hè, voordat de bal überhaupt de ring heeft geraakt, dat hij er niet in gaat. Radio geeft nu ook aan al wat er gespeeld moet worden in de volgende aanval. Tweede ook mis. En een fout van Deborah, denk ik. Dat is haar eerste fout. Dus. Ja. Tweede teamfout. Grasshoppers blijft fullcourt ook oppakken. Of in de eerste helft weinig problemen. En ook nu lijkt dat niet Max vrij. Iets te kort. Reboundje van Kiki. Ik dacht, die heeft Kort niet gezien. Die geeft wel een mooi passie. Vier. 3 seconden nog. 2.
En die gaat erin. Nee. Goede rebound weer van Janice. Die staat een rebound hoor. Als een mannen. Zowel aanvallend als verdedigend. Oh. Mam. Iets van contact. Dat wou ik zeggen. Ze spelen een beetje 5-out nu. Dan komt er misschien op de bal. Zwitseren Den Helder. Daar is de eerste score van de Zoppers. Na 6 minuten. 6 minuten en 3 seconden geduurd. Ja. Maar goed, niks aan de hand. Nee hoor, we staan gelijk weer voor. Ja. Spelen we nu weer bewust voor Courtney in zijn positie. Ja, dit... Toch altijd graag die linkerhand die ze gebruikt, ook aan de rechterkant. Ze gooit hem nog naar de ring en... Hoopt op 2 maal. Ja. Krijgt ze die? Nee, toch? Die krijgt ze zeker. Ja? Hij gaf het aan in ieder geval. Toch daar is de dribbel. Ik denk toch een soort van... Nou ja, Lurkuit denkt ook, we gaan hem innemen, maar nee, 2 maal. Allebei erin. Zoeken Janice weer inside top. Ja. Terug naar de linkerkant. Die is voor 7 seconden op de schotklok. Ja, even te ver weg, maar leek me aardig wat contact wat er werd gemaakt onder de basket. Vrij, goed gespeeld. Jammer. Verdient meer. Verdient meer. Ja. Maar goed, het is weer een gelijk opgaande wedstrijd. Dus, Ja, en ook hier, hè. Wissel. Amber komt er in, ik denk voor Yannick, waar ze naar wijst. Ja. Rick Driessen maakt zich nog druk. Ja. Ik kan hem ook geen ongelijk geven hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar Mario mocht minder zeggen dan hij. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, nu nog bezig. Amma pakt de dribbel op. Nou, er is nog mazzel dat ze er zo uitkomen. Is het goed uitspelen? Goed. En maken. En maken. Ja. Ben je toch blij dat je een 4 hebt die zo handig is met de bal? Hè? Ja. Kunst is om eronder te blijven als verdediger. Hè? Maar je bent zo geneigd om die bal uit te proberen te pakken. Ja, en dan word je gelijk. En dan gelijk, weet ze het, hè. Dan weet ze het wel. Acht seconden nog. Gaat weer inside naar links. 3 seconden nog. Schiet tekort. Die is te laat. Te laat, ja. Veel te laat. Kijk, ze gaan gewoon door. Ja, ja. Ja, hij fluit hem wel af, maar hij fluit hem af voor dat het glad is. Ook nu zijn waarschuwing krijgt hij van de scheidsrechter. Nou, dan moet je hem ook geven, want hij gaat ook door. Niet om hem te laten geven, maar... Ik ben nu benieuwd wat ze doen, maar ik denk dat hij voor de Suns is. Ja, ik denk wel, want ze fluiten af, omdat natuurlijk Dennis gevallen is. Nou ja, het maakt nu niet meer zoveel uit. Nee. Het is nu eenmaal een zijkant. Dus, Rick ging bewust door nu om hem te halen. Nou, de scheids is ook, dan is het ook kwijt. Want het is een technische fout voor de coach van Grasshoppers. Dus Kiki moet vrij worp nemen. Dat is de baseline-bal voor ons daarna. Ja. Kijk, Rick die...
gaat door. Kiki maakt ondertussen de vrije worp. Nog een. Vijf. Nog een discussie. Maar heb het nog steeds over die 14 seconden die al af was. Of wat was het, 24, maakt niet zoveel uit. Maar laten we nu maar weer gaan spelen. Ja. Lekker weer hoor. Ja. Onnodig balverlies. Onnodig, ja. Even. Hard naar het bord gegaan, ja, dan ja. Kan je... Dat zie je ook wel. Ja, zij gaat echt naar het bord om te scoren. Ze gaat niet naar het bord om een fout mee te krijgen, maar ze gaat naar het bord om te scoren, ja. Van me eruit, dus een vierde fout. Ja, is de vierde al. Maar nee. Nee, hij gaat Max eruit halen. Hij haalt Max inderdaad uit. En laat Amber staan. Dat is wel de vierde fout. Ook de vierde teamfout van Suns. Ja. Dan neemt hij wel een risico om Amber te laten staan met vier fouten. Ja. Zoe er ook in gekomen ondertussen voor Janice. Bij de raak. Drie verschil. Onder de twee minuten. Ben een goed kiekje nu. Kort is helemaal vrij. Weer een slechte. En de bal van Grasshoppers. Nou, dat denk ik ook niet. Geeft het wel aan. Ja, ik denk dat Gassel moest als laatste aanraakte, ja, die hem wegtikte. Je mag het niet zeggen, maar zo'n thee helpt toch altijd weer. Hè? Vallen toch weer dingen voor, ja, je voordeel. Is, soms kan dat inderdaad wel inderdaad meewerken in je voordeel. Amber die... Maar Massa de missen. Tweede voor Kiki. Iris Schovers komt erin voor Alice van der Plas. En tweemaal. En tweemaal, ja. Eerste mis. En weer vier verschil. Spelen we voor Courtney. Zo in pakje positie. Een mismatch. Mooie bal van Kiki weer. Veel contact ook net een stukje ervoor, maar sterk naar de basket gedrived. Goeie heads van Kort. Goeie rebound, goede tip. Kramp, denk ik. Kramp, ja. Laten we hopen dat het kramp is. Zo te zien wel, ja. Uitgaan. Zou gewisseld worden. Hè? Maar ja, Janice, staat veld. Ja, precies. Dus dan moet je. Janice komt erin en bij Grasshoppers gaat Fleur Kuyt eruit en komt Sonja Kuyt terug. Nog een kleine 40 seconden tot het eind van het kwart. Weer de switch. Mismatch van Zoe. Even mee gedaan. 10 op de schotklok. Ja, Jenny gaat 1 tegen 1. Verliest de controle eigenlijk al, hè? Ja. Van Jenny. Turnover. Ja, 21 seconden nog. Dus Rick zegt ook: wacht maar. Ja. We gaan voor het laatste schot. Nu geeft hij het aan, dus nu mogen ze ervoor. Ja. Kiki probeerde hem nog een beetje in de lane te houden. 5 seconden. 3. Ik denk niet de schot wat ze per se wilden hebben. Dan
gaat missen. Dus. Hij gaat missen in ieder geval, ja. 1 seconde nog. Nou. Je probeert het nog. Met een stuit wellicht, maar nee. Nou, we zijn weer bij, Tom. We zijn bij. 10 minuten te gaan. 2 punten verschil. Het is in ieder geval een stuk beter dan de eerste 2 kwarten, laat ik het zo zeggen. Toch? Ja. Komt ook wel omdat grasshoppers veel mist. Dat lijkt het misschien ook wel zo, maar... Ja, heel meer pak in ieder geval, ja. Pak in ieder geval meer rebounds. Het kan alle kanten nog op. Kan zeker alle kanten nog op, ja. Courtney staat weer en loopt weer, dus... dat zal inderdaad kramp zijn geweest, hè? Nog steeds op het veld met 4 fouten. Ja. Laten we hopen dat ze nog een tijdje op het veld ook blijft staan. Die geeft die fout, aanvallende fout. Aanvallende fout is voor Zoe, denk ik, ja. Ja. Ze loopt zelf weg, dus ze deed het ook wel, denk ik. Ja. Ze kunnen daar wel meer uithalen. Want Dennis Vis komt zo erg continu tegen Sonja Kuit te spelen. Daar wordt te weinig mee gedaan tot nu toe. Goed weggetikt van zo. Ja, goede tip nog. Ik keek even van, kan ik baseline gaan, maar ik kies er toch voor om door te pasen, de aanval door te spelen. Kijk, nu weer Zoe die een mismatch heeft. Ik ben niet nog ongelukkig vanavond. Nog niet eens gescoord, denk ik. Klopt dat? Nee, ik denk dat dat klopt. Ja, goed van Janice, goed van Yannick. Nou, laten we hopen dat hier eerst... Oh, dit, ja. Maakt niet uit, de bal is er. Ja. Weer een aanval neerzetten. Ik speel nu even een isolation. Mooi, heel mooi. Mooi ook, hè? Ze is heel handig met de bal. Goede versnelling ook. Sterke finish. En gelijk. Gelijk, ja. Zo weer eruit. Courtney is terug. En ook bij Grasshoppers gaan ze wisselen. Ja, Marieke heeft er 4, hè? Marieke verschil. Dus er 4 inderdaad, ja. Dus Lieslot van Kulk komt, komt weer terug. Nou, sinds lange tijd kunnen we weer op voorsprong komen. Ja. Ik denk na de 2-0... We hebben er alleen maar achteraan gewandeld, dus laten we hopen dat we nu vast kunnen houden. De Schovers willen hem inside hebben tegen Kiki om te scoren.
Courtney heeft een mismatch. Pas hem aan de buitenkant, ja. Nou, hard omhoog. Goed gespeeld. Ja, zeker. Goed van Kort, goed geholpen. Andere tussen. Kort heeft hem. Nou, 1 tegen 1, kom aan. Dat zou lekker zijn. Ja. Gelijk een time-out van Brietje. Ja. Is het nu 56-52? Ja. Ja, hè? 4-4. Lekker hoor. Na 2,5 minuten in het vierde kwart. Eindelijk. Even een balletje zo. Zo schieten. Ja. En raak. Kijken wat Rick zijn meiden heeft meegegeven. Hij was niet blij in ieder geval. Nee. Toen met veel gebaren en een ruime stem, denk ik. Ja. Een wissel ook. Burkuit komt terug. Vangt de Deborah Vos. Ja. Ook nu weer dat gebaar met de vinger ronddraaien. Ik denk meer ook wat meer vrijheid en meer bij die meiden nu neerleggen om te kijken waar ze kansen kunnen. Ja, en een opzettelijke fout. Ja. Dat denk ik ook wel. Ik vind het een goede call. Ja, ik had niet het idee dat ze inderdaad voor de bal ging. Het is haar tweede. Twee man aan zijn kant. Voor. En balbezit dus. Nou, gooi maar gelijk. Oeh, jammer. Goed hoor. Goede rebound. En een fout mee. Ja. Goed gedaan. Sterk. Ja, derde fout is Fleur, derde teamfout. Ja. Kikje weer vrij. Hetzelfde plek als net, alleen nu... Wel te kort. Mis, ja. Is meer boog nodig. Ja. Ja. Ja, is ook een fout. Dat gaat Amber. Vijfde. Ja. Vijfde van Amber. Max staat al op. Ja, dat betekent dat je dus nu in je guards en forwards eigenlijk Eline de bank en ook en Priscilla, beide niet geheel fit. Ja. Dus je bent zeer beperkt nu in je wissels. Ja. Ik vraag me ook af of ze door hadden dat ze al 4 fouten had. Maar, jawel, jawel, want het werd gezegd ja. Okay. Maar hij liet er bewust staan. Weer 2 maal. En de 4e teamfout. Dus op zit wel een beetje kwijt, gelukkig. Ja. Voor de helden dan. Tweede fout voor Noord-Driessen. Vierde teamfout. Ja. 6 minuten te gaan, is dat toch nog lang.
Marieke van Zee en Lotte van Kruistum staan al klaar om het veld in te komen. En achter schil. Sonja Kuit en Lisbeth van Kulk gaan naar de kant. Goeie hand, goeie. Heeft hij nou nog een fout? Hij geeft nu nog een fout. Zo. Nou, tweede fout van Courtney. Derde teamfout. Die werd wel heel laat gefloten. Ja. Ik denk gelijk. Dat klopt ook. Via een grasopperzand ging die boom inderdaad de lijn over. Om de bal zo weggestolen te krijgen, zeg maar. Middenpunt de grasstoppers, gaan mis. Aan van de rebound. En een fout. Dit is wel een beetje een joker iets nu, hoor. Allebei voor de bal. Nou ja, dat is haar vierde trouwens. Vierde voor Janice, ja. Naamhoud voor Mario. Vierde teamfout. Ja. Nog geen twee maal, maar hierna wel natuurlijk. Ja. Het wordt nog een spannende laatste 5 minuten 53 dan. Ja. Maar de scheidsrechters missen wel wat hoor aan beide kanten. Niet erg sterk, laat ik het er maar daarop houden. Zit grasshoppers. Ik win een rondje. Ja, ze blijven draaien. En dan is het daar een soort van zones. Denk dat ze afspreken wie welke kant op gaat, dat ze die nemen. Double screen. Maar soms kort. Krijgen ze de bal niet meer in. Nee, kort die. Weer inken. Ja, oké. Okay. Als ze last van inderdaad het volgelopen kuiten heeft. Tegen 1. Mooie crossover en weer een fout. Ja. Goed hoor. Nummer 6, hier is Kovers. Haar eerste persoonlijke fout. Tweemaal Kiki Vleuren. Dus tweemaal voor Kiki. Eerste fout van Iris Govers. Eerste is raak. En 10. Tweede ook. 10 verschil. Ja. Niet doen, Jen. Geen onnodige risico's nemen. Je hebt al 4 fouten. Kiki denkt, misschien moeten we hem even switchen. Ja, en dan gaat ze. Ja. Voor Kiki of iets? Nee, voor Janice, denk ik. Ja. Ja. Dat is de 50. Ja, het is toch iets te gretig om die bal. En ja, toch een soort van slaande beweging die je in een bal maakt. Ja, het is geen score, het is wel 2 maal. 5 op 10 fout. Het is 6 al, maar...
Ja, je waarschuwde er nog voor, hè? Dat is wel een aderlating voor de Nelder, hoor. Ja. Zoe vervangt Janice. Is het nou verkeerd of is dit de derde punt in dit kwart van hun? Grasshoppers. 50-48, toch? Het vierde punt. Dat zou best kunnen, ja. Ik durf het niet te zeggen, Tom. Weer een wissel. Overigens gaat eruit. En, komt erin, ja, klopt. Ik ben onder de sideline, we hebben geswitcht. Gaan ze voor. Ja, ze gaan nu voor Courtney, die een mismatch heeft. Oh ja. En nou een fout, wat is dan de fout? Dat is wel goochelen. Derde fouten van Kiki. Twee maal verkrachtoffers. Ja, elke fout beide kanten is gewoon. Ja. Zijn twee vrij worpen. Ze fluiten vrij veel, ja. Dus het kunnen nog lange 5 minuten worden zo. Ja, mooi boven. Eerste raak, ja. Verschil 7. Tweede ook. 6 verschil. Gelijk weer pressie op de bal. Ja, ze pakt ze weer full court op. Bal weer bij Kiki, pick and roll. Ja, die is de enigste. Ja, die... En weer een fout. Ja, ze gaan een beetje voor de isolatie, elke keer voor Kiki. En het werkt. En het werkt. Dit zijn toch meestal zekere punten die vrijworpen. Dus, ja. Maar in het begin was het dat ze heel erg de inside game zochten. Zie je nu met de switching dat ze de wat grotere meiden op Tiki dan moeten uitstappen. En dat ze die dan probeert 1-1 te verslaan aan het eind van de schotklok. Zeven verschil. De tweede gaat mis. Ja, dit gaan ze doen, denk ik, hoor. Veel nu, veel vanuit 1 tegen 1. En vanuit daar kijken of ze drives kunnen maken of hem uit kunnen passen als er help komt. Dat is de tweede fout van Max. Ja, met een bonus. Misgaat. Een bal is voor de helder. Ja. Ja, het is wel lekker dat je guards hebt zoals nu dan Kiki of Yannick, maar ook Amber die dan eigenlijk wel onder druk de bal redelijk makkelijk over de middenlijn kunnen krijgen. Ja. Ja. Weer stondig in die passingen. Het heeft gewerkt, hoor. Van het is dat ze nog die bal aantikt. Maar dat zou je toch beter moeten uitspelen. Aanvallende fout. Ik denk het ook. Ja, ze zit de elleboog erin, hè? Ja. Nummer 4. Ja, derde fout. Ja, ze stapt goed door, maar ze gebruikt iets te veel haar elleboog. Ja. Otte gaat zitten. Die komt er zo in. Oh, klaar, Zoe. Goed gedaan. Ja. Slechte meid. De slechte kan ook veel beter dan dit. Die rebound. Ja, ze communiceren gewoon niet. Dus gewoon laat je Fleur-Kuit helemaal vrij staan. Ja. En dan van de rebound er tegen. Goeie hedge van Courtney. Ja, die boog was toch een beetje naar schot, denk ik. Want
Ook met de drie punten doet ze het. Ja. Lopen we beide bij de bal weg. En met een durfje tegen. Vijf verschil. Drie minuten te gaan. Ja. Het kan nog alle kanten op. Absoluut, ja. Uniek. Nou, weer naar Zoe die bal. Of naar Koert. Ja, Zoe houdt er wel van een beetje aan de buitenkant te spelen. Maar die kan inside. Is ook echt super handig. Heeft ze goede handen ook. Moeilijke bal wordt dit. Uniek die werkt. Een 1 tegen 1. Ja, dit zal ook een 1 tegen 1 worden van Noord tegen Zoe. Een massa dat ze moet. In het begin, hè, dat we te veel aan de bal kijken. Backdoor om je oren. En weer die aanval van de rebound. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, 3 punten. 2 minuten 10. Je moet gewoon blijven spelen ook, hè. En, dat Mario een time-out aanvraagt ook. Ik weet niet, die kort niet. Een mazzel dat. Ja, want Mario vraagt een time-out aan. Okay. Weer een aanval van de rebound. Goed, Max duiken. Pak die boom. De bal is wel van grasshoppers. En een time-out. Ja. Maar als je nu aanvallend ook is het weer wat te statisch. Ja, ja, kijk nu te veel naar Kiki. Hè. Die moet het doen. En dat is het. Dus dat betekent dat er eigenlijk 3 of 4 gewoon staan te kijken. Ja. 1,49, 3 punten verschil. En bonus zit voor grasshoppers. Bijna de bonus. Mario heeft... Zo, je gaat eruit, zie ik. Lotte erin. Ik het zo ook zien. Nee, maar op, ik was al positief verrast dat Zoe überhaupt gespeeld vandaag. Want ik begreep dat ze toch niet helemaal fit was. Ja, dat klopt. Terwijl de warming-up mee ging doen. Maar ja, ze was hard nodig vandaag. Met de foutenlast die er was. Ja, wat ik begreep, mag Sana beginnen met schieten. Ja, dus het gaat nog wel even duren voordat ze... Ja, klopt. Die hoopt volgende week in ieder geval weer... Dat schottraining te doen is. Ja, wat deels ook te doen is zonder contact. Zonder wat meer beweging in ieder geval. Ja, langdurig. Ja, vervelend hoor. Ook die Achillespees blessures. Absoluut. Pijnlijk, langdurig. Ja, echt gemist voor de Nederlandrecht. Sarah. Ja, tuurlijk. Dat is met de speelster die... De extra wissel is natuurlijk. Hè. Ja. Zonder de andere tekort te doen, dan laat ik dat even voorop stellen, maar toch. Ja. Nu mis je het wel. Ja. Aan de andere kant geeft het ook weer ruimte aan meiden die dan ze minder hadden gespeeld om ervaring op te doen die je wellicht aan het eind van het jaar goed kan gebruiken. Ja. Nummertje 3 daar. Goed van Yannick. Oeh. Ja, dan staan we met z'n tweeën bij de bal. Nou. Maar Marieke van Schiedi is ook wel heel lief voor een helder. Ja. Mist toch wel wat leukjes nu. Nou, anderhalve minuut. Weer de bal bij Kiki. Het is weer wat statisch, hè? Weinig beweging. Lotte screent voor. Ja. Voor Yannick. Die er langs is. Geen hoek heeft. Wel gaat naar Kiki in de hoek. Die rolt eruit. En een fout van Lotte. Dan krijgt Lotte een fout. 2 maal aan de andere kant. Dus de 5e van Lotte. Nee, dat is de 4e. Ja, 4e. Dat is de 4e voor Lotte, ja. En 2 maal. Zoe meteen terug. Ja. Had ik heel even een momentje nodig van rust. Die is weer bijgetankt en die kan hopelijk de laatste... 1-18 volmaken. Wat niet erg blij. Nee, ik denk dat het ook ongelukkig was hoor. Ik denk dat het hard aan het werk was om positie te pakken voor de aanval van de rebound. Eerste bal gaat raak. Verschil. 1 minuut 18 op de klok. Ja, gewoon een goede aanval feilen. Dat is nu even het probleem gewoon. Ja. En dan wie wil je, hè? En nu zie je dat te veel wordt gekeken ook naar Kiki die wat moet gaan doen. Terwijl het krachtig is geweest dat het...
ook in de comeback dat het via meer schijven ging. Goed voor Yannick. Goed voor Zoe. Voor Zoe ook weer, van ook voor Yannick. Ga door. Ga door inderdaad. 50 seconden. Goeie help. Ja. Nou, goede defense. Uit de blinde hoek. 35 seconden. 12 op de schotklok. Zullen we 1 tegen 1 gaan. Goed voor Yannick, blijf ertussen. Goed verdedigd, moeilijk schot. Rebound voor ons, goed voor Zoe. Yannick gaat de bal halen. Dus we moeten wat, ja. Nou, 18 seconden. 18 seconden, 2 maal voor Yannick. Vierde fout. Ja. Van Fleur. Yannick hapt even naar adem. Een time-out. Ga je nu een time-out nemen? Denk ik wel, ja. Ik had de vrij worden van me afgewacht, maar... Het is de eerste die hij neemt, denk ik nu. Tweede. De tweede, oké. Okay. Tweede? Ja. Nee, klopt. Hij heeft natuurlijk uit het van eerder genomen toen de helder die run maakte. Maar goed. Het wordt spannend. Eerste vrij worden van Mara. Ja. Niet altijd goed, maar wel een spannend potje zo aan het eind van de wedstrijd. Wie houdt het hoofd het koelst, hè? Ja. Mario is druk aan het tekenen en... Rick legt uit, praat. Wat er moet gebeuren. Ja. Maar het ligt eraan, hè. Gaan ze er allebei in. Kun je een fout maken voor de 3 punten. Ja, kijken of je nog wat tijd misschien kan afsnoepen van de klok. Ja. Dat je die fout maakt. Grote press spelen. Dan hou je het een beetje op, zeg maar. Loop je ook niet zo makkelijk tegen fouten aan. Want zo is het ook weer natuurlijk. Mm-hmm. Je moet ook niet te vlug komen. Zoals Kiki en Max staan, lijkt het wel alsof ze iets van een press willen gaan spelen. Tweede ook raak. Ze pakken het gewoon op. Ja. 3-4. Goed van Yannick. Yannick moet iemand gaan zoeken nu, want iemand is helemaal vrij. Dat is Marieke van Schie. 5 seconden. Een wanhoopschot, rebound voor Kiki. En game over. Ja. Het was ook niet erg goed gespeeld van Grasshopper trouwens. Lekker voor de naam. Ja, de vrije man is Marieke van Schie in de hoek. Dat is natuurlijk niet de schutter die je op dat moment vrij wil hebben staan. Nee. Maar winst, ja. Zo is het ook weer. Goed op teruggeknokt in de wedstrijd. Zeker de tweede helft. Veel beter natuurlijk. Ja. Niet alles goed, maar... Nee, maar van 13 achter. Ja, dat klopt. Nou... Mooi. Voor ze in ieder geval weer eens een potje. Absoluut. Zo is het. Dus, zeker, Wat was het? 19 februari de volgende? Binnenland. Ja, thuis tegen Binnenland. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb het weer met plezier gedaan, Lara ook. En tot dan, zou ik zeggen. Tot dan.
rest ons nog één formaliteit. De bosbloemen van Bloesem, Patrijzenstraat Middenweg. Dit keer, ja, ik had hem aan een speelster kunnen geven. Maar ik wil hem nu aan een coach geven.